welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een make-up look maken waarbij ik maar 5 make-up producten mag gebruiken. Oh my god, 5 producten is echt niks voor mij. Als je al een beetje bekend bent met al mijn video's, weet je dat ik super veel make-up gebruik op mijn gezicht. Ik plamuur het er gewoon allemaal op. Ik gebruik super veel producten en nou mag ik er maar 5 proberen. Dus het kostte mij effort om uit te zoeken welke 5 producten ik dan ging gebruiken om het toch nog een beetje fatsoenlijk uit te zien. Zoals je ook al kunt zien, ik heb mijn wenkbrauw al gedaan. Stop it. Voordat je een reactie gaat plaatsen met Sarah, je speelt vals. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik al 3 producten. Dus als jullie een uber saaie video willen zien waarin ik mijn wenkbrauwen doe en een beetje gloss opdoe, dan had dat ook gekund, maar ik ben er toch van uitgegaan dat men toch wel een beetje een leuke video wil hebben. Dus mijn wenkbrauwen doen vandaag niet mee. Ik heb ze al gedaan. Het gaat gewoon puur om de rest. Voor de rest heb ik niks gedaan. En ja, ik ben echt heel benieuwd wat ik ervan ga maken. Ik hoop dat ik er nog wel een beetje goed uit ga zien, ondanks dat ik maar zo weinig producten mag gebruiken. Dus ik heb de producten ook een beetje gekozen op een manier waarbij ik 1 product voor meerdere dingen kan gebruiken en zo. En dan op die manier zou ik er eventueel toch wel iets van kunnen maken zonder heel veel producten te kunnen gebruiken. Dus ik ben weer heel erg benieuwd. Dus ik ben weer klaar om vandaag deze uitdaging aan te gaan. Vind je het nu al leuk? Ook al ben je pas bij de intro, vergeet toch niet alvast gewoon te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen met de challenge. Mensen, ik heb echt mega oorbellen in. Dit zijn echt de meest grote hoops die ik heb. En je weet wat ze zeggen. De bigger the hoops, de bigger the 5 producten. Oh mijn god, kijk. Weet je wat ik normaal gebruik? Ik ga het even opzoeken. Normaal, wanneer ik mij gewoon normaal opmaak, gebruik ik primer, foundation, concealer, oogschaduw, eyeliner, oogpotlood, mascara, nep wimpers, poedercontour, cream contour, bronzer, blush, highlighter, lippotlood, poeder, lipstick, lipgloss en een setting spray. Dat is a whole lot. Dat zijn in totaal 18 producten die ik gebruik op mijn gezicht als ik me normaal opmaak. Van die 18 mag ik er nou maar 5 gebruiken, dus ja. Wat heb ik gekozen vandaag? Ik ben gegaan voor een concealer. Dit is de L'Oreal Infallible Concealer in de kleur Latte. Ik gebruik geen fond du teint. Ik gebruik geen foundation. Want dat hoeft niet als ik ook gewoon een iets donkerdere concealer kan gebruiken. Want dan heb ik gelijk een foundation en een concealer in één. Ik heb ook een losse poeder van Huda Beauty in de kleur Pound Cake. Een poeder moet, want anders wordt mijn gezicht een grote greasy, vettige zooi. En ik ben voor die van Huda Beauty gedaan, want die heeft ook veel dekking. En dan heb ik ook nog een beetje extra dekking. Ik moet nep wimpers op, dat moet, want ik heb echt geen wimpers. Normaal gebruik ik mascara en dan nep wimpers. Maar ik heb geprobeerd om de mascara vandaag niet te pakken, want ik heb maar 5 producten en misschien kan ik het ook gewoon doen zonder mascara. Ik hoop dat de neppen en mijn echte wimpers gewoon alsnog mooi in elkaar blenden. Ook al gebruik ik geen mascara. Ik heb de Benefit Hoola bronzer. Een hele mooie bronzer. Deze bronzer wordt ook heel vaak gebruikt als een contour, poedercontour. Dus ik kan hiermee gelijk bronzen en contouren. En als laatste een Catrice lipglossje. Want ik moet iets hebben op mijn lippen. Ik heb nou ook een lipbalmpje op. Die gaat er dan straks van af. En ja, er moet iets op mijn lippen, want ik heb super droge lippen. Dus dit zijn de 5 producten die ik vandaag ga gebruiken. Dus dat is een beetje het proces in mijn hoofd toen ik deze 5 producten uitkoos. Oeh, dus let's begin. Ik ga dus niet primen. En ja, ik ga beginnen met mijn Infallible Concealer van L'Oreal in de kleur Latte. Dit is de meest donkere concealer die ik heb. Dus dan is het ook een beetje een soort van foundation. Dus deze ga ik lekker veel aanbrengen. Ik kan nou mijn gezicht ook niet primen, niks. Dus we brengen vandaag meer concealer aan dan normaal. Breng ik gewoon overal aan waar ik normaal concealer doe. Hij is wel bijna leeg. Dus ja, het is een beetje een reach. Ook een beetje zo op mijn neus. Bij mijn kin en bij mijn voorhoofd. Nou, lekker veel jongens. Vooral hier, want hier is het bij mij altijd rood. Zo, inblenden met mijn beauty blender. Die is al nat gemaakt. En dan blend ik de concealer letterlijk gewoon over mijn hele gezicht. Dan wordt het gewoon hopelijk helemaal mooi egaal.
Zo, ik heb de concealer nou aangebracht over basically mijn hele gezicht. Maar het meeste product zit waar ik normaal concealer doe. Dus hier bij mijn wallen, mijn neus, hier zo. En ook op mijn kin vooral. Nou ga ik het poederen met mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. En die maakt dan alles mooi mat, zodat alles ook mooi op zijn plek blijft. En het niet gaat verschuiven en zo. Want cream make-up verschuift vaak na een aantal uur. En de Huda Beauty poeder geeft dus ook echt veel dekking. En dat heb ik vandaag nodig, aangezien ik niet veel producten kan gebruiken. En ik breng het gewoon aan waar ik het normaal ook gewoon aanbreng. Ik breng altijd veel aan zo hier onder mijn ogen, zodat het daar niet gaat creasen. Een beetje zo op mijn ooglid. En dan verder ook gewoon over mijn hele gezicht. Om het allemaal mooi mat te maken. En ik breng nog extra veel aan zo hier. Omdat ik nou maar één concealer heb gebruikt, is mijn gezicht nou gewoon echt best wel flat. Gewoon één kleur. Normaal gebruik je dan een foundation in jouw huidskleur. En dan pak je een iets lichtere concealer voor hieronder en dan wordt hieronder verlicht. Nou, dat effect kan ik nou dus niet bereiken. Dus ik probeer dat toch alsnog te bereiken door gewoon hier heel veel poeder aan te brengen. Waardoor het daar hopelijk wat lichter wordt. En dan ook een beetje zo hier bij mijn kin. Ik zit weer helemaal onder de poeder. Poeder kan er nou weer ook gewoon gelijk van af. Ik laat het nooit te lang, want ik heb een normaal tot droge huid. Dus ik hoef het niet allemaal super mat te hebben. En wat ik de laatste tijd ook doe, is met de poeder die dan nog een beetje zo op de kwast zit, ga ik ook zo over mijn wenkbrauwen. Want doordat ik een beetje poeder aanbreng op mijn wenkbrauwen, blijven die ook echt veel langer en beter goed zitten. En dat vind ik echt ideaal. Dus daarmee ga ik er ook gewoon altijd zo een beetje overheen. Nothing too much. Nou, mijn gezicht is nou helemaal mooi mat en egaal. Daar ben ik wel blij mee. Helaas kan ik nou ook geen MAC Fix Plus gebruiken. Dus mijn gezicht blijft vandaag een beetje poederig. Dan pak ik mijn Benefit Hoola bronzer. En ik ga hiermee even contouren en een beetje bronzen. Hoola is ook echt de perfecte contourkleur. Dus dat is echt ideaal, jongens. Dan ga ik eerst mijn neus zo contouren. Ik heb iets te veel aangebracht, maar oké. En dan een beetje mijn hele gezicht bronzen om een beetje kleur terug te brengen. Want ik kan nou ook geen blush gebruiken, niks. Dus ik moet het allemaal doen met alleen maar bronzen. Kijk, en dan zo ga ik er een beetje soort van mee contour bronzen. Een mixje. En dan ga ik het ook een beetje aanbrengen als een soort van blush. Dit doe ik normaal niet. Normaal gebruik ik gewoon blush. Maar omdat het nou niet kan, ga ik het ook een beetje zo hier hoog aanbrengen waar ik normaal blush zou doen. Niet te veel, gewoon een klein beetje. Voor een beetje kleur ook hier. Kijk, hier is het nou nog helemaal zo flat. En hier komt er nou een beetje zo kleur. Alsof er een blushje zit. Dus dat is wel handig zo. Klaar, dan ook even mijn neuscontour blenden. Nee jongens, ik ben hem niet vergeten. Normaal breng ik dan nou ook nog hier een pressed poeder aan. En ook over de contour om me meer te laten inblenden met mijn gezicht. Maar dat kan nou niet, dus ik ga dat wel nog gewoon doen. Maar dan met mijn losse poeder. Maar gewoon zo een beetje extra aanbrengen. Nou, een beetje zo over de contour gaan. Dan blendt hij iets beter in de huid. En dan weer gewoon met mijn grote poederkwast. En zo afpoederen. Oh mensen, ik heb echt MAC Fix Plus nodig. Oh my god. Misschien dat ik in plaats van de gloss gewoon MAC Fix Plus ga gebruiken. Nee, dat kan echt niet. Ik moet echt iets op mijn lippen hebben. Oké, nee. Jongens, ik ga het gewoon zo laten. Nou, ik vind er op zich allemaal nog best oké uitzien. Even kijken. Oh mijn god dan. Nou moet ik nep wimpers gaan opdoen zonder mascara op te hebben gedaan. Ik ga wel mijn wimpers dan maar gewoon even droog krullen met mijn Primark krultang ding. Wimperkrullen. En dan hopen dat ze er een beetje omhoog gaan. Nou, dat heeft nooit echt heel veel nut met mijn mini wimpers, maar goed. Oké, nou, ik ga ze gewoon aanbrengen. Ik gebruik mijn zwarte Ardell wimperlijn. Oh, by the way, ik gebruik Babydoll wimpers in de stijl 723. Dit zijn hele mooie, beetje naturel-achtige wimpertjes. Oké, ik heb mijn nep wimpers opgeplakt. Ik denk dat het een goede beslissing was om de mascara weg te laten en gewoon een ander product in de plaats te doen. Want het had niet echt per se gehoeven. Ik zie wel, het is niet zo perfect en mooi zoals het normaal is. Mijn echte wimpers hangen er nou wel zo een beetje onder. Dus ik heb zo een beetje ze samengedrukt met de neppen. Oh, mijn vinger blijft haken, jongens.
Maar ja, ik kan gewoon zien dat het niet zo perfect is als normaal. Maar het is oprecht goed genoeg. Dus mensen, mocht je ooit ergens zijn en je hebt alleen maar nep wimpers en geen mascara. Ik weet niet wanneer dat zou moeten gebeuren. Maar mocht het gebeuren, het is gewoon een makkelijke optie. Nou, dan heb ik nog maar één ding over. Is mijn Catrice Lip Gloss. De etiket is er wel helemaal af. Dit is de Generation bla bla lip gloss. Even kijken, de kleur is er ook helemaal van af. 070 is dit. Dit is gewoon een hele mooie roze nude kleur. Ik heb een gloss gepakt met wel een kleur. Omdat ja, ik kan nou toch geen lipstick gebruiken of zo. En ik wil wel altijd een gloss. Dus ik ben gegaan voor een gloss met de kleur. Waardoor ik nou een soort van een lipstick en een lipgloss in één heb. Koppie koppie jongens. Zo, en dan normaal zou ik dan nou nog wat fixing spray opdoen, maar ik heb al mijn 5 producten gebruikt. Dus mijn nep, wimpers, lipgloss, poeder, hoela, bronzer, / contour en mijn concealer. En dit is dan de look, jongens. Wat vinden we ervan? Ik vind dat het oprecht goed is gelukt. Ik zou hiermee gewoon over straat gaan. Ik moet zo meteen even boodschappen doen en ik ga gewoon zo, want het is gewoon echt prima. Wat ik wel echt mist een beetje was mijn MAC Fix Plus. Want nou is het toch wel een heel klein beetje poederig-achtig. Het is niet zo mooi ingeblend als dat ik normaal gewend ben. Wat ik ook een beetje mis is een glow. Ik kon dus ook geen highlighter meer erbij doen. Want ja, dan werden het 6 in plaats van 5 producten. Dus dat mis ik ook wel. Dat zijn de 2 producten waarvan ik denk, die had ik nog wel even erbij willen hebben. Maar voor de rest ben ik heel erg blij met hoe het is geworden. Dit was dan de challenge voor vandaag. Ik ben ook super benieuwd als jullie maar 5 producten mochten gebruiken. Welke had je dan genomen? Laat het mij beneden weten in de reacties. Want ik ben echt super benieuwd. Misschien heeft iemand iets anders waarvan hij denkt, oh mijn god Sarah, je had dit en dit moeten doen. Ik ben echt heel benieuwd. Dit wat ik vandaag heb gedaan is het beste wat in mij opkwam. Ik weet ook dat heel veel mensen sowieso voor hun everyday make-up gewoon alleen maar een beetje concealer doen en een beetje mascara en zo. Maar als je je echt helemaal zou opmaken, welke 5 producten zou je dan gebruiken? Ik vond het weer heel leuk om deze video te maken. Het is helemaal goed gegaan, dus I'm happy. Vond je de video nou super leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik plaats hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!